was bang voor jou vroeger. Ja, zeg dat nou niet, Annemiek. Ja, dat dus. Ja. Waarom? Nou, omdat ik jou ook als projectiescherm heb gebruikt. Want jij leek heel erg op de mannenbroeders uit mijn jeugd. Mijn zwakke plek is dat Eva het altijd gedaan heeft. Dus ik zag jou als een verpersoonlijking van afwijzing. Van... Zullen we dit stoppen? Ja? Zo erg? Ja, maar daar kan jij niks aan doen. Maar... Ja, tuurlijk. Want ik heb een beeld. Ja, ik was niet alleen een man, want er waren meer mannen op deze wereld. Maar ik was natuurlijk ook een man, kennelijk, in wie jij meer kon projecteren dan de buurman of de melkboer. Ja, ja. Ja. Daarom ben ik heel blij dat je hier zit en samen met mij van het mysterie kan genieten.